Welkom bij Deluxe Gordijnen, de gordijnen specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Zaalverhuur Aras. Voor al uw feesten en bruiloften bent u hier op het juiste adres. Centraal gelegen en multifunctionele zaal van alle gemakken voorzien. Uw feest vraagt naar deze zaal. U kunt ons mailen en bellen. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website www.zaalverhuuraras.nl. De jin zitten zeker in Mekka. Die komen zeker omra verrichten. Die komen zeker daar ook bidden. Jin moslims, hè? Ja. Djinn moslims, ja. moslimtabellen. Ja. Hoeveel ja. zullen uitbreken uit die dam? Heb je wel eens meegemaakt, of anders misschien één keer of meerdere malen, dat mensen zijn getrouwd bij jou in de groep? Alleen maar. <laughs> <Yes>. <laughs> Welkom bij Mountains Flame, De expert op het gebied van alle soorten elektrische sfeerhaarden. Op maat gemaakte cinemals, meubels van topkwaliteit... en complete verbouwing en renovaties met onze service, de One Month Key. En wij verbouwen en meubileren uw complete woning binnen één maand kant en klaar. www.mountainsflame.nl Ben je op zoek naar een nieuwe keuken? Kom dan langs bij Tunter Gorinchem. De nieuwste keukenstijlen en beste merken vind je bij ons in de showroom. Bij onze nieuwe keuken aanschaffen is automatisch een percentage sadaka naar een goed doel. Voor een afspraak kijk je op www www.keukenstunter.com afspraak En kies voor de afspraak voor specifiek locatie Goringen. U bent van harte welkom. Uh, Broeders, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Uh, Een yeah, uh, mooi gezelschap. Een uh, gezelschap waar ik zelf mee heb gereisd. Met Abdullah natuurlijk uh, daar heb ik vaker mee gereisd. Prahaim heb ik genoeg gehad om mee naar Kuds uh, te kunnen gaan afgelopen april. Uh, ja, mei was. Of april, mei. En uh, met Fouad, die heb ik nog nooit meegereisd, maar die heb ik wel ontmoet in december. Uh, uh, toen we in, uh, in Omra waren, in ja, Medina. In Medina, ja. ja. Ja, subhanallah. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Iedereen kent uh, natuurlijk wel de Omra, de Hajj, uh, Weet je, van hoe het daar is. Mensen kennen de, kennen de verhalen. Maar jullie zijn begeleiders, toch? Jullie uh, begeleiden de mensen. En Alhamdulillah, jij begeleidt al heel veel jaren mensen. die op Omra en op Hajj en naar de Quds gaan. Klopt, ja. Dat klopt. En, Eigenlijk wil ik van jullie uh, jullie meest bijzondere verhalen horen. wat jullie met de jaren hebben meegemaakt. Met, om met mensen naar de heilige steden te gaan. Nou ja, dan zal ik het toch even, even vertellen. Uh, toen broeder Abdullah uh, met zijn aanbod kwam: zou je niet met mij willen gaan naar Gods? Uh, naar en ik had het altijd op mijn lijstje natuurlijk om naar God te gaan. Vond ik, vond ik altijd heel fascinerend. We zagen alleen maar beelden. Ja. En ik, ik zag ook zijn beelden voorbij komen. Dacht ik, ja, waarom niet? En het was ook een mooie combinatie naar, naar God. We gingen naar Lomra. Naar ja. En mijn, mijn mooie ervaring, persoonlijke ervaring, dat ik mijn kinderen heb meegenomen. De eerste keer. Ja, de eerste keer. Ja. En, en ik werd daar ook persoonlijk. Ik, 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 ik voelde die emotie ook opkomen. Het is een soort herbeleving als je het kan. Als je het zo mag noemen. En die vonden het allemaal geweldig. En, en ik keek naar mijn kinderen. En ik dacht, wauw, zo'n reis maak je niet altijd mee. Ja. Ja, ik, ik ben daarna ook nog met mijn andere kinderen naar de uh, Omra naar, uh, geweest. Maar niet naar al ja. Maar zo'n combinatie van al en La Omra Nou ja, het heeft echt iets met mij gedaan. En, en voor de eerste keer ook. Met je kinderen denk ik, ja, maar hoe vaker kan ik dat ook nog meemaken in de toekomst? En dat, was, dat is mijn bijzondere wat, ervaring. Wat was er dan zo bijzonder aan om dat met je kinderen te doen dan? Kan ik nog zo'n reis meemaken? Zo, kan ik zo nog een kans krijgen? Ja. En, en het feit dat zij dat leuk vonden, heeft mij ook heel goed gedaan. Ik dacht, oh oké, okay. zo'n reis, zo'n spirituele reis. Maar ook het is een historische reis. Ja. Tegelijkertijd, je gaat naar Gods om natuurlijk uh, iets van het land te zien. Naar, uh, naar Masjid al-Aqsa. Maar we zijn ook bij andere plekken. Broeder Abdullah heeft heel veel ervaring uh, met, met het land. Ja. Hij heeft ons ook naar andere plekken gebracht. Maar, maar het voor mij, zoals hadden, bijna een soort openbaring. Ik dacht, wauw, dat zoiets bestaat. We zijn naar een meer die, 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 heel, veel bete die heel veel zal betekenen in de toekomst. Uh, van het Tavaria meer En, en het, ik, ik zat daar, uh, midden in een boot, en ik keek om me heen. En ik, ik, ging, ik, ging, ik ging visualiseren van... Wat zou dit nou allemaal kunnen betekenen in de toekomst, subhanallah? Hoeveel ja, zullen uitbreken uit die dam? Kun je iets vertellen over dat meer? Wat, dat wat, 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 is het Tawariya-meer. Dat, ja. dat zit... Uh, dat is een meer tussen Palestijn tussen, uh, en uh, en Syrië. Uh, dat meer is een zoet watermeer. Ja. Dat is heel groot. 46 uh, meter diep. Yajuzou, mm -hmm. ja, Ma'ezouz, Gohan, Magok, go wanneer zij uitbreken, ja. zullen zij dat meer, dat hele water, alle water, zullen ze opdrinken. Maar wat gek is aan dat meer, of aan, aan, ja, aan het verhaal van Yajuzou, ja, Juz, ju ju is dat de laatste die zou roepen: van, Oh. Ooit was hier water. Dus dat betekent dat hoeveelheid water ja. niet voldoende zal zijn voor Juzbemaj, voor Magog. Ja, en ik zat daar, Subhanallah, ja. en ik beleef het voor de eerste voor, keer voor, 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 voor mij, broeder Abdullah is eerder geweest. Voor mij is het, het eerste keer, dacht ik, Subhanallah, dat je een stukje geschiedenis hier, een stukje geschiedenis natuurlijk in de toekomst, ja. dat je het hier kan meemaken. En dan kijk ik naar mijn kinderen en die vonden het ook leuk. En, en ik kijk naar hun, die kijken om zich heen, dacht ik, Subhanallah. En dat is mijn, mijn persoonlijke ervaring met mijn kinderen. Bijzonder. Bijzonder, Bijzonder. Is het ook voor het is persoonlijke... Een van de tekenen van. Het is uh, de, de, de uitbraak van. Ja, Jojo is natuurlijk uh, een van de grote tekenen. Een alhamdulillah saal Een tekenen van dagtijds oordeels. Ja, een alhamdulillah saal. Ja, even het uur. Ja, de tekenen, even de even de tekenen van het uur. Ja. Even de tien. Wat, wat bij mij bleef hangen is dat in... Uh, de allereerste keer dat ik een camera deed was in 2017 of 2018. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Toen was ik met jou gegaan voor de eerste keer. 2017. 2017, 2017 Eén broeder die met ons meegaan, die is er niet meer. Die is, die is overleden. Die is overleden. Ik ja. En hij, hij zat ook in die documentaire uh, die we toen hadden, hadden opgenomen. Weet je, dat ik dan denk: van Subhanallah, in 2017 ga je met iemand op Amram. En ik ben nog langs gegaan toen hij op sterven lag. Het echt, echt. Uh, ik heb nog uh, Salat morgen met hem gebeden, net anderhalve dag voordat hij overleed, twee dagen daarvoor. Uh, hij vroeg toch aan mij, van ik heb het met jouw hamra gedaan, zou zei, zei misschien langs kunnen komen? Ik zei, natuurlijk uh, zou ik langs kunnen komen. Maar dat soort dingen, uh, dat je een paar jaar geleden met iemand nog op hamra gaat en opeens deed je iemand op zijn sterfbed. Ja, dat, is ja, gewoon... dat, zijn, ja, dat zijn een van de, van de mindere leuke kanten. Uh, maar aan de andere kant, je, hebt, je maakt ook mee dat er iemand daar overlijdt. En dat is toch een van de. Uh, Hussein het is een mooi einde. Prachtig einde. Dat, dat uh, iedereen wenst om uh, in mekka of Medina begraven te worden. Dus de profeet a.s. zegt. En is dat en je moet in Medina te verleven? Als iemand uh, in Medina kan overlijden, dan moet hij dat doen. Ja. Uh, dat betekent niet dat je jezelf uh, maar, uh, voor een auto uh, gooit, maar om daar te verblijven totdat uh, dat je uh, overlijdt. Ja. Subhanallah. Subhanallah. Een van de mooie dingen die, die bij mij zeg maar, bijgebleven, is dat een vrouw die, was, zeg maar, uh, die had ziekte van uh, kanker en uh, Subhanallah was uh, helemaal uitgezaaid en zei dan haar binnen drie maanden dan ga je dood. En subhanallah uh, haar, uh, haar man kwam naar mij en uh, zijn dochter, uh, kunnen we mee? Uh, ik zeg ja, waarom niet? Ik zeg uh, Alleen Allah subhanahu wa ta'ala, hij is degene die weet wanneer iemand overlijdt. Met de drie nefsummer, het taxiboek, met de nefsummer, je die niet te ja. En subhanallah, ze kwamen, ze gingen mee op Omra. En die vrouw die was zo sterk, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, heeft haar zoveel kracht gegeven. En, en dat heeft allemaal te maken met de liyagin. En, en de vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij degene die uh, de shifa geeft en de genezing geeft en de genezing schenkt. En Subhanallah, uh, ze was sterker dan ons allemaal. Zullen we hier naartoe gaan naar, naar, naar deze excursie? Ja, we gaan mee. Zullen we dat doen? Ja, we gaan mee. En Subhanallah, uh, uh, een van haar familie, die is overleden, die was zo sterk. Ja. Zij uh, uh, leefde nog vijf jaar daarna. Nog vijf jaar nog mogelijk? Vijf nemen. jaar. Terwijl ze, uh, de doktoren hebben gezegd, terminaal ziekte is, uh, is uitgezaaid, drie maanden en ga weg. En uh, dat is een boodschap uh, naar iedereen om gewoon in ja, Allah subhanahu wa te vertrouwen. Doe het, hebben. Als je dag komt, dan komt het gewoon. Ja, da daarop aansluitend, wat hij zegt is heel mooi. Uh, dit gaat dan over Al-Aqsa. Was, Jij ja, was er toevallig ook bij. Dat was uh, in mei. Er uh, was een, uh, een, een mevrouw die had zich bij Medina uh, Reizen aangemeld. als uh, zijnde uh, geïnteresseerd om mee te gaan naar Al-Aqsa. En deze mevrouw. Die uh, is ja, gehandicapt, of althans ze kan niet zelf lopen. Ze zit in een rolstoel. Kan heel moeilijk lopen eigenlijk. En uh, al-Aqsa bestaat uit heel veel trappen. Dus wanneer je naar Jeruzalem en Quds gaat, dan heb je heel veel moeite wanneer je niet mobiel bent. Ja. Dus haar ja, eerste reactie was, ja, wordt een beetje lastig. Want, want als je niet goed ter been bent, betekent het dat iemand jou constant moet ondersteunen. Nou, uiteindelijk, uh, haar dochter ging mee. Uh, dus we hebben eigenlijk ja, proberen om, om zo'n ja, beetje neutraal advies te geven: van ja, je mag mee, maar hou hier rekening mee. En zij was zo, uh, zo bezig met het bezoek van Majid lachsen. En dit is tevens ook denk ik, een les voor heel veel mensen die het kunnen doen omdat ze fysiek zijn. Ja. Dat geldt ook voor de Omra trouwens: hè? mensen die fysiek in staat zijn, financieel in staat zijn om de reis te maken, maar telkens uitstellen om, om allerlei redenen. Zij zegt: Ik ga gewoon mee. Uiteindelijk is ze meegegaan. En het mooie van dit verhaal is dat toen wij daar aankwamen, we hadden ook zoiets van, ja, dit wordt lastig. Het wordt echt lastig. Maar uiteindelijk, we reizen altijd als groep, ja. hè, dus we helpen elkaar. Dat is het mooie van groepsreizen. En deze vrouw, Metal met el Ze heeft elk gebed heeft ze in Majid al gebeden. Het hangen, ja. En zelfs met al en al dan gaat iedereen een beetje zijn eigen, zijn eigen kant op, want de, de een wordt later wakker dan de ander toen hebben de mensen in onze groep die hebben haar echt de hele reis hebben ze haar gewoon echt ons de beurt hebben ze haar geholpen de trappen op haar vooruit ge... en uiteindelijk heeft ze alles mee kunnen doen zo. en en subhanallah groep heeft haar ook ja, ja, ja. ja, en je zag ook dat gevoel van, van de van uit. Echt... ja, ja subhanallah dat was echt zo mooi om te zien en uiteindelijk hebben we die vrouw eigenlijk zo'n mooie reis kunnen bieden haar droom was om Majid al te bezoeken en het is mede mogelijk gemaakt natuurlijk Allah Azawajal en, en de mensen om ons heen die ja, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. En je zegt ook echt. Uh, Shebben, gewoon echt jongeren die mee waren. Die en we wisten het niet, hè? Toen. Ja, wij wisten het. Dat, ja. dat zij op Rostel was. Nee, wij wisten, ja, trouwens, goed dat hij het ze zegt. Wij wisten ja. het niet. Wij dachten van, ze kan alleen maar. Ja, ja misschien, misschien kan ze niet het zo Rostel. We, we, we wisten het niet. Ja, ja, we, Toen we, we, we ze oh. is dit? Stop. Oh. We dachten van, dit gaat echt lastig worden. Mensen begeleiden, ja. blijft natuurlijk wel maatwerk aan de ene kant. En eh, er kunnen natuurlijk ook hele irritante mensen in de groep zitten, toch? Absoluut. Ja, je, ja natuurlijk, weet je, het zijn klanten, dus in, in die zin probeer je het beste te doen, maar ze kunnen het bloed onder die nacht vandaan halen, of niet, of, of, of hoe zit dat allemaal? Andersom ook. Sommigen sommige, sommige, sommige vinden ons irritant. Ja. <laughs> uh, de laatste keer dat wij met Omra waren gegaan, uh, toen er was een mevrouw en zij zei tegen ons in El Medina. Mensen hebben natuurlijk wensen, ze hebben verwachtingen. Zoals we Fuad net zegt, het is soms ook de reis van hun leven. Voor mensen die voor het eerst gaan, vooral. En die vrouw die zei toen tegen mij van, ik heb een droom gehad. En in die droom heb ik de profeet a.s.w. gezien. Ja, En hij heeft tegen mij gezegd van, je moet mij bezoeken. En zij had het specifiek over de Rauwda. De Rauwda is het gedeelte in de moskee van de profeet Ja, stukje hemel, stukje paradijs in... Dus, dus zij zei ook toen tegen mij: van, was een oudere dame. En ze zei toen tegen mij: van, ik moet absoluut de Rode bezoeken. <laughs> Het is echt, echt. echt... Maar het, is, maar het is best wel druk daar. Ja dus, ja, dus nu kom je bij een punt aan waar je niet direct controle op hebt. Want de rode bezoeken, dat ligt niet in mijn handen of in de handen van Abdullah of nee, voor... vooral, vooral als het te druk is en ze, niet, ze kan niet reserveren. Precies, en dat was het probleem. Het was uh, met afspraak. Ja, het, ja, het was die... met afspraken. Ja, met, met die app. Ja, heel veel regels zijn veranderd. Ja. Een van de dingen die veranderd is, is je moet nu met ja. een app afspraak maken. En zij had dus geen afspraak gemaakt op een of andere reden. Er uh, was iets gebeurd. En dus kon zij niet naar nou de rode. En ik moest haar dus op een gegeven moment, ja. ja. En, ze, en ze kijkt me zo aan: van. Jij gaat mij dat niet vertellen. Ja. Ik ben hier van. Ja, ik <laughs> so. heb die droom gehad. Ja, ja, ja. En, en ik, ben ook, ik, ik denk: van, ik kan die vrouw echt niet teleurstellen. Dus uiteindelijk, ik dacht: ik kan haar inderdaad ook niet vertellen. En uiteindelijk hebben we toch, uh, subhanallah, hebben we haar meegestuurd met een groep zusters die uh, een, een afspraak hadden gemaakt. En we hebben haar gewoon meegestuurd met de groep. En, en we zeiden van. ja Probeer, probeer het, vertrouw op Allah Azawajal, probeer het en als het lukt, ja dan, dan alhamdulillah. Uiteindelijk is ze meegaan en is het haar gelukt. Oh, alhamdulillah. Ze was zo blij, maar dit zijn som, je hebt dingen waar je geen controle over Zem, hebt. Anders had ze wel het gekke doel van jou ja, gedaan. Ja. Vanuit, 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 vanuit. En daarom, broeder Saladin, het is heel belangrijk om geduld te hebben. Ja. En vooral in die plekken. In de gezegende plaats. Maar ja, je zegt het belangrijk om geduld te hebben, maar ik kan me herinneren, ik ben in 2018 met jou op huis gegaan. Mm -hmm. En ik uh, kan me nog herinneren, uh, ja, het was helemaal nieuw voor mij en, uh, en we gingen naar Mina. Dus we hadden net Moes achter de rug. Nee, nee, nog, uh, nee die, eerst, die, die eerste avond, ja. We gingen naar Mina, naar de tenten van, van Mina. En jij zei toen tegen ons: van, Als je binnenkomt, uh, pak je pak, elke plek die je pakt, is gewoon van jou. Weet je, van anders uh, dan lig je heel ver uit elkaar of het is in ieder geval het is niet zo van dat die op een naam staan of zo. Klopt. Toen kwamen wij als groep binnen en toen hadden wij onze plekken gepakt. Maar blijkbaar uh, was er een andere groep en die hadden die plekken geclaimd of zo. Klopt. En uh, letterlijk, we waren tien minuten of een kwartier waren we daar binnen. Op huis en opeens stond er bijna een vechtpartij van gewoon letterlijk gewoon knokken. En ik kan me dat nog herinneren. Ik zat toen naast mijn broer, die was toen ook meegegaan. Dus en hij, had al, hij was al een keer op huis gegaan. Dus ik zei tegen hem van, moet ik hier nog vier dagen zitten? <laughs> ja, ik, ik, ik was nog, ik was tien minuten, letterlijk tien minuten binnen. En opeens ja. zag ik letterlijk mannen die in die met elkaar wilden vechten. Ja, en toen dacht ik wel zo van, van ik, ik ben hier echt letterlijk pas een kwartier. En ik moet nog vier dagen. Ik werd echt poof, <laughs> ik strok. echt. En het gekke was, mooi, mijn roei dit bla bla bla. En ik zat helemaal te kijken van, Wa, wat is dit? En een uur daarna zaten ze gezellig met elkaar te eten drinken en gewoon Klopt, maar, <laughs> maar hoe komt dat? Het is gewoon gestoord? Doe je, komt dat? Wat bedoel je, je gaat niet op maar, met elkaar kijk, vechten om daarna aan een uur gezellig thee te drinken, wat is dat voor raars? Het komt doordat de shaitaan daar meer is dan hier. Okay. Waarom? Hij wil dat, hij wil dat jouw huis niet geaccepteerd wordt. Omdat, hij wil je, wel hij wil je wel verpesten. Hij wil je huis verpesten. Ja. Ja, de profeet ja. (Allah salatu zegt, een geaccepteerde huid. Je kent alleen maar één beloning en dat is paradijs. Ja. En het is op, net alsof je opnieuw herboren bent. Dus de, sh de shaitaan, de, de duivel, die wil alles op alles zetten. Je hebt menselijke Shaitan, je hebt ja. de, de, de Shaitan zelf. Die wil alles op alles zetten om jouw Hajj te verpesten, verpesten en uh, te vernietigen. Nietig te doen. Um, ik heb zelfs uh, meegemaakt dat mensen mij uitscholden. Zelfs mijn moeder. Ik was uh, met Hajj in 2004 en, uh, of 2003. Ik was uh, met mijn uh, broer en met mijn oom. En. Uh, er was een, een hadje die uh, zijn medicijnen uh, was vergeten. Ja. En uh, hij zegt, uh, de bus is er en ik ben mijn me medicijnen in mijn bus uh, uh, vergeten. Dus ik bel de bus en alles. Hij zegt, uh, ik kan geen medicijnen hier vinden. Uh, hij zegt, uh, ik heb hem dus verteld, uh, de, de buschauffeur die heeft de, de medicijnen niet kunnen vinden. Hij zegt, het kan me niet schelen, je moet de medicijnen uh, voor me brengen. En dan was ze ook zijn telefoon kwijt. Ik deed mijn best, ik deed mijn best. ik zeg, Er is geen telefoon, er is ook geen medicijnen gevonden. Hij zegt, je moet het vinden. Ik zeg, broertje, ik moet niks. Jij ja, bent degene die het zijn vergeten. Ik heb mijn best gedaan. We uh, hebben twee keer uh, gebeld. En de buschauffeur heeft niks kunnen vinden. En toen uh, liep ik weg. Hij zegt, weet je wat? Sirleila aan, puntje, 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 je moeder. Nou, mijn broer die was naast mij, mijn oom was naast mij. We wouden hem helemaal optillen. En toen uh, ging de Adan af. En hij was in staat van Hij werd gered. Hij werd gered door, door de Adan. De... De... <laughs> en toen hoorde hij: <laughs> Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Dat was de verkoeling voor ons. Ja, en, dat ja, en dat was zijn redding. En dat was ons, ook onze redding. Ja, onze Je hebt hem vergeven, toch? Onze Hajj na een week. Een week wat. Aast bleef, Abdullah. Aast hem bleef. Maar kijk, dit verhaal Abdullah, heb je mij eerder verteld? Ja. En het heeft mij ook verbaasd. Subhanallah, kijk hoe Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zal lachen. ik er wel even bij komen van het verhaal natuurlijk. Yeah. Maar ik heb, ik, heb daar een andere, ik heb daar een andere uitleg, ik geef daar een andere uitleg aan. Subhanallah, al Allah subhanahu wa ta'ala hield zoveel van jullie op dat moment. Hij wilde dat jullie de hajj compleet gaan maken. En dat hij de hajj gaat accepteren. En op dat moment, subhanallah, werden jullie alle vier gered. Door de adem. Allah. Want veel mensen zeggen: Oh, ik heb er elf Hajj, uh, hajj verricht. Oh, allah al Ja. Net zoals die, 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 die elf zijn geaccepteerd. Wie zegt dat? Allah. Wie garandeert je ja. jou dat jouw Hajj is geaccepteerd? Dus wees altijd kalm. Het is heel erg moeilijk. We, 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 maken, we, we maken soms vervelende situaties mee. Kijk, natuurlijk zijn mensen, wij maken ook fouten. Wij kunnen ook de soms de bloed uit de nagels halen. Soms moet je dictator zijn om. Ja, je moet stipt weggaan, of uh, je nee, we gaan op die dag, we gaan op die tijdstip. En daarom heeft de profeet een emir aangesteld. Dat heeft hij niet zomaar gedaan. Een leider. En uh, dat is niet zo omdat om de leider of begeleider, de broeder Brahim, of de Rafa'id, of de of de rafiq uh, of andere begeleider, beter is dan de anderen. Maar gewoon om de eenheid te bewaren. Ik, ik heb echt uh, dat iemand, ik, heb bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld iemand die, 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 die ging met zijn vrouw een uh, omraad doen. En die had echt, ik kan me nog herinneren, die was echt weken van tevoren was die aan het vertellen van, ik lever zo naar uit, ik wil dit doen en ik wil dat zien. En hij was er helemaal mee bezig. En op een gegeven moment is hij dus gegaan en is bij een organisatie terechtgekomen met een begeleider. En toen hoorde ik de verhalen van toen hij terugkwam. En hij zegt van, ja, mijn hele omroep alles wat ik ervan had verwacht, is gewoon echt helemaal anders gelopen door de begeleider. Uh, gewoon echt puur door de begeleider. Hij zegt van ja... Hij zegt natuurlijk ik heb gebeden in de moskee. Ik heb mijn uh, ad'iyah gedaan. Maar... Hij zegt mijn hele gevoel wat ik had. Mijn verwachting. Is helemaal vernietigd door de begeleider. En, en, en dan vraag je wat is precies gebeurd. En dan hoor je echt dingen zoals bijvoorbeeld... Uh, een begeleider die... Ja die de hele dag op zijn telefoon zit bijvoorbeeld. Ja. Die zit de hele dag op zijn telefoon. En uh, is bezig met allerlei zaken. Behalve met de mensen die hij moet begeleiden. Waar, waarvoor, ben je, waar, waarvoor ben jij hier? Ja. Uh, een, een begeleider die... Ja, die bezig is met, 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 met zaken, waardoor hij bijvoorbeeld ervoor zorgt dat mensen eh, op bepaalde plekken niet op tijd aankomen. Of een begeleider die de mensen een ja, soort van in de steek leidt tijdens dat touw af. Ja, dat, is, nee, dat is gewoon het meldeling. Dat touw is een van, de, ja, een van de pilaren van de ombra. Als ja, dus je dat niet goed doet, dan heb je een probleem. Ja. En ja, hij, hij vertelde mij van ja, op een gegeven moment na de tweede rondje, ik keek om me heen met de rest van de groep <laughs> en de begeleiders. <laughs> <Ja, dat> was... <laughs> ik moest lachen en huilen tegelijk. Wat, iets wat mij de afgelopen jaren uh, is opgevallen. Um, en natuurlijk inderdaad niet eten. Ik wil niet uh, een gedachtepolitie spelen. Misschien zeg ik iets uh, wat klopt, misschien uh, klopt het niet. Allahu alim. Maar ik heb het gevoel dat de laatste jaren heel veel mensen daar naartoe gaan voor de show. F foto's maken bij de kaba. Um, selfies. Uh, dat het een soort van TikTok. Hysterische gebeurtenis, uh, gebeurtenis is, is geworden. Um, natuurlijk. Uh, ze gaan natuurlijk naar, naar Betulah, Dus ik kan daar niks van zeggen. Ik kan niet zeggen van wat gaan ze daar doen of zo. Ik wil ook niet op die stoel gaan zitten. Maar een bepaald gevoel kun je niet onderdrukken. Jullie als begeleiders, hoe hebben jullie dit ervaren? Heb ik een, snij ik een, een punt aan? Of, of, is het, of, of praat ik onzin? Jazeker, Dat, daar maak je zeker een punt. En wij proberen dan oh, altijd onze mensen, de mensen die met ons meereizen, proberen ze daar altijd op te attenderen. Ja. Uh, wij vertellen altijd van, we gaan nu even Lomra verrichten, want ik heb het zelf meegemaakt, dat je dan wordt vertraagd, de groep wordt vertraagd door iemand roept, ja, wacht even, ik moet nog even een foto nemen. Dus wat ik persoonlijk doe, als ik alleen ga of als ik met broeder Abdullah ga, ja? uh, ik zeg, we maken geen selfies, we maken geen foto's, we gaan rituelen verrichten, volgende dag mag je zelf terugkomen, en dan mag je doen wat je wilt, maar je gaat nu niet de groep ver, uh, vertragen. Uh, dat is één. Maar uh, vervolgens zeggen wij: we komen hier voor de ibadah. Dus hoe meer je dat voor jezelf houdt, laat het iets tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Maak dit iets verticaals. Zo'n reis naar Mekka is een verticale zaak. Laat het ook tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom moet de hele wereld weten wat jij aan het doen bent? Dat je af en toe wat op je status plaatsen: een foto, een korte video. Een, een impressie te laten zien. Het is oké. Okay. Het, het is ook iets van de om tijd. Om mensen te stimuleren. Inderdaad. Om mensen te motiveren, te stimuleren naar een Umrah te komen. Maar als je daar dan constant mee bezig bent, dan, ja, dan is het ook voor mij een gro grote vraagteken. In hoeverre is jouw intentie gericht naar boven? Ja, Brahim, wat popiët je gedrag tijdens de Umrah of tijdens de, bij de tawaaf? En, herken je het? Ja, absoluut. Uh, het is heel lastig om daar een balans in te vinden. In de zin van, ik snap best dat mensen wanneer ze voor de Kaaba staan, uh, ze hebben daar naartoe geleefd en ze willen een herinnering voor zichzelf. Want je weet niet of je terugkomt. Hè? Dat, dat is ook altijd de vraag, of je überhaupt terugkomt. Ik snap best dat ze dan even een fotootje willen maken, maar wat voor? Fouad zegt, we adviseren de mensen om dat dan te doen. Want je hebt genoeg tijd, je kan ook later terugkomen, je hebt genoeg tijd om het later te doen. Maar tijdens die rituelen doe je telefoon weg en wees gewoon bezig met Allah Azza maar we leven ook in een ander tijdperk, wat net ook werd gezegd. Want de, de Abdullah die zit al 25 jaar in het vak. De mensen die hij misschien 10 of 20 jaar geleden heeft begeleid, zijn niet de mensen van vandaag die hadden geen telefoons, die hadden geen TikTok. Die ah, nee. hadden geen, uh, die ah, hadden maar, geen Instagram. En hajj hersenen, Roskering had geen grap met die ja. generatie met ja, dit soort Nee, waar, de, waar, waar, Wat ons soms uh, dwars ligt is we geven advies naar de broeders en zusters, alstublieft. Je bent nu met een ABAD bezig. Je hebt zoveel geld gespendeerd. Je bent van 3000 kilometer hier naartoe gekomen, soms 6000 kilometer. En dan verpest je omra niet door constant bezig te zijn met filmen en fotograferen, focus op je buiten. Is er verschil tussen man en vrouw hierin? In wat? Precies. In dat. Social media gedoe, nee, foto's nee, maken? Ja, uh, nee. persoonlijk niet. Ik, uh, ik, uh, wat ik zelf dus praat die, ik dat die, uit die, uit een diplomatieke antwoord. Van Stap, die, ja, ja. Dus als ik pu puur praat uit eigen ja, ervaring, ja. dan, dan zijn vrouwen er wel meer mee bezig dan mannen. Ja, dat merk je. Ja, ja dat merk je absoluut. Je ziet ook bijvoorbeeld uh, dat, dat. Ik heb wel eens gezien dat, dat zusters. die nemen dan hele klapblokken mee. <laughs> tijdens dat touw. Ja. wat ga je doen? Uh, ik, ja, ik weet niet, wil je notities maken of zo? Maar nee, nee, ik, moet, uh, ik heb vanuit Nederland een heel lijstje gekregen van namen. Van Fatima, van Khadija, van Zohra en die en die. En die wil dat ik even haar naam erop schrijf en dan heb ik het selfie voor de kaart. Zo, zo, zo. Ja, dat gaat zijn hele administratie af. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand echt terugging naar Majid Al-Haram. Puur gewoon, echt de middag heeft, dus vanaf Doher tot en met al Puur voor dit. Om dat lijstje even af te gaan, zeg maar. Heb je wel eens meegemaakt, of anders misschien, een keer of meerdere malen, dat mensen zijn getrouwd bij jou in de groep? alleen maar. Ja? Ja, Dat dus, is het is ook een van de redenen waarom als ophouden dan gaat. Nou 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 Ik ben verantwoordelijk voor mijn uitspraken. Ja. <laughs> ik, ik zeg wel. Ik nou, als we uitleggen van wat is de regelgeving van de umrah, de wajibaat, ja. uh, dan zeg ik wel vaak tijdens de ihram mag je niet trouwen. Klopt. Wat je daarna doet, do, do. Maar <laughs> <you> uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> zijn er uh, koppeltjes gevormd tijdens een van jullie... Uh... Ja, zeker. Ja? Zeker, vaak uh, als ik maar uitgenodigd word. Dan bedoel, ik, uh, ik uh, je bent uitgenodigd, uh, ons zeg, oké mooi, dan zie je Iman met Mohammed ja. of uh, uh, Hafsa met, uh, met uh, Ibrahim. Ja. En dan zeg ik, oké, okay, leuk, van waar hij zegt, ja, tijdens het daarom. heeft mijn zus, dus, die, die zuster die, ze, die bij ons in de groep is, die, ja. die hebben we elkaar leren kennen. En nadat we terug waren in Nederland, gingen we de hand vragen. Ja, ik ben... ja niet zo, niet <laughs> op die manier, maar... Je moet niet met die intentie gaan. Net. Niet met die intentie, maar. Dan ja, heb je Arias Ratouchel hem, zegt. Ja. Alle daden zijn afhankelijk van hun intentie. Ja. En je krijgt, uh, de beloning is gelang naar je intentie. Dus als jij omwille van Allah gaat, in dit geval is het Allah, dan krijg je die beloning. Maar als je gaat om te, om te trouwen of een vrouw om te ontmoeten, dan is de beloning, is al azr, die vrouw of die man. Subhanallah, maar, maar, maar kun je dan wel... Je, je nieuw, of althans, ik weet niet, misschien zeg ik iets geks, maar dat je denkt: van, oké, okay, ik wil mijn farida, Adil farida ik wil dus mijn verplichting nakomen door op Hizr te gaan of de omra doen. En, maar in mijn hoofd heb ik, als ik daar wat tegenkom, zou wel mooi zijn. Het, het, het is, kijk, of is, dat, of is de omra? Ja. De omra is, een intent, is een verticale intentie okay. naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dat je daar bent en je komt iemand tegen zonder. Uh, daarvoor een intentie wordt te hebben ja. dan is het oké okay. dus je bent niet gegaan om iemand te ontmoeten maar, maar kom je iemand tegen en je hebt kennis gemaakt met die man of met die vrouw en je denkt hey, ik zie wat in hem ik zie wat in haar, ik wil die verder leren kennen ik wil kijken in hoeverre wij bij elkaar passen dan is het oké okay. maar niet vanuit hier met de intentie gaan ik, ik wil daar iemand gaan ontmoeten want dat, dat is een goede man of een goede vrouw Vaak gaan mees, uh, de meeste mensen voor de omra, maar tijdens de reis ben je toch tien dagen of elf dagen of twaalf dagen samen. Dus je ziet hoe iemand is. Ja. Dat is halal en als iemand dan ja, ja, Dus als je ziet van een, een goede broeder of een goede ik is pas, Arm, ja. drie uurtjes. Na drie uurtjes is het klaar. Ja, ja. Dus je mag, tijdens de hajj of tijdens de omra mag je natuurlijk geen handvraag, dat is verboden. Maar dan, als je naar Medina bent of uh, je vindt iemand leuk, of, uh, ja, dan... Uh, dan uh, Kun je zeg maar via haar vader of de broer of de mahram of uh, via jou, maar uh, zus of familie elkaar uh, de hand vragen. Okay. Dat is Geen enkel probleem. En dat gebeurt ook. Ja, waarom niet? Wij stimuleren alleen maar het goede, alhamdulillah. Ja, tuurlijk. Dus, uh, okay. En, 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 en ik, ik, ik word daar blij van. Dat we toch een bijdrage hebben kunnen leveren, dat, uh, uh, iemand, uh, iemand, dat we hebben waren dat, uh, dat iemand is getrouwd. Ja, is... alhamdulillah. Ja, ja. Ja. Um, kort nog over de Hajj. Um, de, de meeste mensen weten het nu wel. Je kan niet meer HUS boeken via de reisbureaus, toch? Op dit moment zijn de regels uh, veranderd. Op dit moment, op dit moment, moment uh, is het afgeschaft via de reisbureaus. Oké, okay, dus uh, de mensen die nu op huis gaan, die moeten het in hun eentje voor elkaar krijgen? Of, hoe, hoe, uh, hoe gaat het? Ze, nu? ze, ze moeten via het platform NuShoek. Uh, daarvoor was het Motowig of zo, zoiets. En uh, nu is het NuShoek. En elke keer wordt het veranderd. En hoe komen, hoe komen ze dan aan de begeleiding? Alles, alles uh, een, uh, Ze kopen een compleet pakket, inclusief begeleiding. Ik, dan moet ik de mensen vragen die zijn uh, vandaag uh, of dit jaar zijn gegaan en vorig jaar hoe dat is gegaan. Maar wat ik de, de verhalen hoor, is, uh, is niet de begeleiding wat ze gewend waren. Ja. In een eigen taal. Is, is gewoon een lezing geven. Ja. En uh, dat is het. En uh, ja, vorig jaar uh, waren ze maar één dag. Uh, naar de Medina gaan, dat is iets ook wat vanzelfsprekend was. Ja. En ineens is het niet meer. Dus, uh, de Profeet zegt ook in hadith, verricht de Hadid voordat je niet meer kan. Ja. Toen de Hadj 4000, 5000, 6000 euro waren, toen werden de reiswelders voor oplichters uitgemaakt. En nu is het tussen de 8000 en de 16.000 euro. Ja, spannend. En alsnog is het verplicht. Heb je er geld mee verplicht om te gaan? Veel ja. mensen zeggen: ja, maar het is duur. Ik zeg, maar je bent verplicht, je hebt de hadje niet verricht. Nee. Verricht de hadje voordat je ja, niet ja. meer kan. Er was uh, een broeder, een, een Hollandse Kerelin, uh, die, die was, uh, hij zegt: uh, Abdullah, is er een excursie? Is er? Ik zeg: Ja, ga bidden in Muzit al en dat is ook, dat is ook wat, de... wat ook, de, 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 Hij wilde juist op pad. Kijk, de, me, de, de, me, de meeste mensen als ze komen, Abdullah, hebben we excursie vandaag? Ja. Kijk, in, in Mekka doen we niet zoveel excursies. Medina en Al-Quds. Ja. ik zeg, wil je excursies? Ga maar naar Al-Quds. Ja. Ga maar naar Medina. Mekka, ga naar al-Masjid al-Haram. Voor elkaar. De, de, al uh, ja, dus de broeder zegt, ja maar ik wil toch wat. Ik zeg, weet je wat, hij was toch een stevige jongen. Ja. Dus uh, ik zeg, weet je wat, je gaat naar Jebel -noor. de berg op dus uh, ging hij met, met, met twee broeders hij en zijn ging naar de berg <laughs> dus hij ging naar de heeft hij de top gehaald of niet hij heeft uh, uh, de top gehaald uh, uh, Mooi, wij uh, kwamen naar de hotel ik zeg eh, is het gelukt hij zegt ja het is gelukt hij zegt maar, oh je weet niet wat er is gebeurd wat is, zeg, wat is er wat gebeurd hij hij zegt ik ben bestolen uh. <laughs> ik zeg, hoe, hoe ben je bestolen hij zegt, ja, de paspoort is kwijt, geld is kwijt, ik heb hem stolen, tas is kwijt. Ik zeg, oh. ik zeg, ook paspoort. Toen hij zei geld, ik zeg, ook okay, geld ja, komt dan ja, uit. Er. Ja, ja. Paspoort, ik zeg, ik zeg, weet je wat, je gaat alleen naar de uh, ambassade Sorry, van Riyad. Ja, 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 ja. hey, broeder, hoe, hoe kun je nou je paspoort meenemen ja. naar Bergen-Nor? Ja. Ja. <laughs> hij zegt, hoe komt dat? <laughs> ja, door een aap. <laughs> <laughs> Heeft die aap het paspoort gehad. <laughs> ik zeg, ik, 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 ik zeg... Ik zeg, ik zeg, ik zeg, ben je geld kwijt? Hij zegt ja, ik heb geld. Ik zeg aan de paspoort. Hij zegt, Hij zegt ja, maar die heb ik teruggekregen. Wat? Ik zeg nou, dat is wel. Ik zeg wel, nou, ik zeg dit is wel goede getreden. aan. Ah. Zeg, maar, gaan er ook misschien een gekke vraag, Maar gaan er ook gin op, op Omra of of, of naar Medina en Mecca? Zijn die daar? Ja, tuurlijk zijn ze. Absoluut zijn op. die ja. daar. Ik, uh, ik zal je nog iets anders vertellen, wat heel veel mensen niet weten. Ja. Je hebt ook een sahaba. <laughs>

Kijk, nu zit hij in Mekka, omdat de, de uitbreiding. Uitgebreid, uitgebreid, ja. uitgebreid. De stad is uitgebreid. Nabi e, alayhi salam kwam naar die plek. om een Jin te doseren en te onderwijzen. Ja, 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 ja. ja, hij vond het wel grappig natuurlijk, want hij heeft het nog nooit gehoord. Maar ik de, <laughs> ze waren ze zelfs du'aat. Ja, de hmm. Jin zitten zeker in Mekka. Die komen zeker omraaf richten. die komen zeker daar ook bidden. Jin die moslims, hè? Ja. Ja, Jinn die moslimtalenten. Ja, ja. Je hebt ook du'aat. Ja, ah, ja, ulama. Nee. Dus RGIN is een, is een ongeziene wereld. Je kan het vergelijken met, 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 met de wereld van de mensen, alleen, bij, alleen wij zien hun niet. Zij zien ons wel, wij zien hun niet. De reden waarom ik dit, uh, dit vroeg, en dat is misschien. Uh, ik denk dat we een, een mooi moment om denk ik, hierbij af te sluiten, dat we een mooie verhalen verteld. Maar de reden dat ik vroeg van waarom komen Ergin naar Mecca en Medina is in 2017 toen uh, uh, ik zat in mijn hotelkamer met een, uh, met een vriend van mij. En, uh, en je hoort de uh, Koran op die tv. Hmm. Dus, uh, dus je hoort. En die, en die was ook. De camera was ook gericht op. Uh, op Majid de Nabawi. Dus hij uh, stond gewoon aan, weet je. En dan hoor je of die. weet je. Die. die, uh, die, uh, die, uh, die en, of Koran. Hadith. En, ja, Hadith en Koran. En, uh, en toen ging die over op, op, op Koran. En wij waren door aan het praten. Dat is natuurlijk niet goed, de Koran is bezig. En we gingen doorpraten. En we gingen niet alleen doorpraten, we gingen ook lachen. Best wel hard lachen. En ja, best wel. Uh, ja, de Zuma natuurlijk. Weet je, de Koran is bezig en jij zit met je hart op te lachen. Ja, onbewust. Is, onbewust, ja. Ik zat beetje, was, ja. Je werd afgeleid door het gesprek. Ben je dan afgeleid ja. of dan geconcentreerd telefoon? die juist. Dus de tv stond aan in de hotelkamer, de Koran. En je ja, voert het gesprek, je komt de hotelkamer binnen. Uh, weet je, natuurlijk moeten we daar meer bewust van zijn dat de Koran is. Dan om, doe je mond of doe de televisie, of doe de televisie loopt, uit. Klopt, klopt. Dus, maar wij bleef doorpraten, doorpraten, doorpraten. En dan uh, maakte ik een grap. Hij begon hard te lachen. En uh, hij was aan de ene kant van de kamer en ik was aan de andere kant van de kamer. En opeens letterlijk, en dit vergeet ik echt nooit meer in mijn hele leven niet, vanuit de midden van de kamer hoorde je keihard. Lowe En en ik schrok, maar het, waar ik eigenlijk bang voor was, is dat hij het niet hoorde. Ik dacht, daar ben ik de enige die gek hier is. Snap wat ik bedoel? Dus ik denk, laat alsjeblieft die andere broeder het ook gehoord hebben met wie ik aan het lachen was. Want dan klopt dat je dan ik, als ik nu tegen hem zeg van, jij ja, hoorde just, dus hij keek me ook aan ik zeg alsjeblieft dit hoorde jij toch ook? hij zegt ja tuurlijk hoorde ik dit. We schrokken ons echt rot. We gingen gelijk lodden doen. En we renden naar de Masjid de nabawi En we gingen naar de Roda, we gingen daar bidden. En we gingen daar... Ja echt waar. Dat was echt een En toen kwamen we terug en op dat moment had ik echt een les geleerd. Ik dacht van ik zit in met De les is er niet. De Koran is aan en ik zit hier grappen te maken. Dan ga ik nee man, dit was heel erg.

Dus vloekje de van de meleka, van Allah en van de mensheid. Allah. Is heel erg. Ja. Nou, dus dat is, ja. niet, dat is niet een gek verhaal eigenlijk wat je niet. niet. Zegt. Nee, dat is niet een gek verhaal. De wereld van de jin is, is een aanwezige wereld. Ja, ja, ja. Allah subhanahu wa zegt ook duidelijk in de Koran: uh, zij zien jullie terwijl jullie hun niet zien. Zij kunnen hun zien. Uh, ze leven ook, ze eten, ze trouwen, ze hebben ook hun voortplant in. Ja. Op hun eigen manier. En, en ze zitten ook in Mekka en Medina. Ja. Zowel de moslims als niet-moslims trouwens. Hè? Ja. ja. Het Tiljin al-Kafir kan Mekka binnenkomen. So. Alleen de gel niet. So. De gel staan de meleeken op de bergen. Jongen, ja. Als de gel uitbreekt, staan de engelen rondom Mekka en Medina die, die, die twee heilige steden bewaken. De die komen wel binnen. Broeders, ik denk dat we nog wel uren door kunnen praten. Alleen uh, ik denk dat we de kijker. Uh, dat het daar net iets te lang gaat worden voor de kijker. Ik denk dat we het uh, hiermee afsluiten. Uh, dank jullie wel voor jullie komst. Moet uh, nog wel te graag zeggen. Graag. Uh, jullie zijn dus het team van Mekka en Medina reizen. Uh, ja. De mensen die nog een omra reis willen boeken of een reis, die bied je aan. Uh, die, uh, zeg misschien op welke website ze kunnen kijken of, 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 of ze uh, kunnen benaderen. Ze kunnen op onze Facebook- pagina of Instagram-pagina of uh, op de website mekka-medina.nl uh, of Mekka-Medina-reis. Uh, kunnen ze contact met jullie opnemen om te kijken inshallah. welk seizoen jullie gaan en wat is precies de data voor de Quds? Voor de Quds en voor Andalusia en voor Mekka-Medina en, 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 en voor de combi reizen inshallah. بارك الله فيكم دونك يو ليفا فور الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تح> <Wohn Like دكتور> <تح supation>